uit de Stijgers helpt mij eigenlijk erbij via een andere instantie, dat heet de WMO. En die geven dan een goedkeuring tot ik bij uit de Stijgers kan. En van daaruit kan ik dan proberen voor een betaalde baan te zoeken, wat mij tot heden niet lukt. En daar heb ik hulp van de WMO en van uit de Stijgers. Waar ik het meest trots op ben, is dat ik met mensen samenwerk en alvast oefen hoe ik in een normaal werkritme kan functioneren. Uit de Stijgers biedt op verschillende plekken een veilige leefomgeving. Waardoor eigenlijk mensen gewoon stap voor stap kunnen leren en kunnen ervaren wat het is om terug een beetje te experimenteren met werken. Ik zou nog beter met andere mensen willen leren samenwerken en mijn werktempo verhogen, zodat ik van hieruit betaald werk kan gaan doen. Waar ik trots op ben, waar ik mijn doelen kan werken hier, waar ik mijn problemen kan bespreken. En vooral ook dat ze hier vooral echt rekening houden als ik er iets moeite mee heb, dat ik het wel kan aangeven en kan oppakken met de begeleiders en zo mijn werkritme kan opbouwen. Door iedere week op maandag van 9 tot 3 aanwezig te zijn en goed werk te verrichten, zodat mijn leidinggevende kan zeggen dat hij tevreden over mij is. Vaak zie je dat deelnemers die lange tijd thuis zitten, een beetje uit de maatschappij raken. Ze zitten vaak alleen maar om een kamer te gamen. Sommige deelnemers nemen ook een toevlucht naar middelengebruik. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk alleen maar geïsoleerder en geïsoleerder raken. Altijd is wel iets te leren. Ik denk, nu ben ik vooral als er iets me dwars zit en dan bij begeleiding dat aangeven. En dat vind ik nog meestal moeilijk. Dat ik zelfverzekerder ben geworden en dat ik nou een betaalde baan gekregen heb eigenlijk. Uit de Stijgers helpt mij door instructies te geven en door te zeggen wat ik moet doen. Op lange termijn gaat mijn werktempo omhoog en dan kan ik op normaal niveau gaan werken of functioneren. Veel op mezelf focussen, alleen proberen naar mijn eigen te kijken. En natuurlijk, iedereen maakt fouten toch. Daar moet je van leren en zo werk je het hardst als je daarvan leert.